Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme kondigt in verband met de prijzen van goederen maatregelen vanuit zijn ministerie aan. Onder andere zullen prijzen van een 17-tal basisgoederen verlaagd worden. Alle winkels zullen landelijk worden voorzien van een prijslijst waaraan zij zich zullen moeten houden. Er zullen ook flyers geplakt worden bij de winkels waar de consumenten kunnen controleren als de winkeliers zich aan de vastgestelde prijzen houden. De minister roept de gemeenschap op om niet te hamsteren. De regering in deze is bewust van de situatie en van de prijzen in de winkels. En daarom hebben we vanaf 4 april hebben we al maatregelen aangekondigd om verlichting te brengen in de situatie. We hebben gaandeweg met de importeurs van basisgoederen hebben we afspraken gemaakt. We hebben met de winkeliers afspraken gemaakt dat er landelijk voor de basisgoederen lage prijzen zullen worden beschikbaar gesteld voor die basisgoederen. We hebben vanaf, zoals ik zeg, vanaf 4 april zijn we gaandeweg begonnen met enkele producten. En op dit moment hebben we om en bij 17 tot 20 producten die wij, waarvan wij de prijs kunnen garanderen samen met de winkeliers en de ondernemers en de importeurs. We rollen dit landelijk uit en ik denk dat we binnenkort zullen starten met het project. Nou, met het project van de flyers. We gaan die flyers met die producten, met hun prijzen, bekendmaken in de winkels. En de winkels die dan meewerken, die kunnen dan aangeven dat die producten niet voor een hogere prijs zullen worden verkocht. Het is niet zo dat wij winkels zullen selecteren om mee te doen. We hebben alle winkeliers gevraagd om mee te doen. Het probleem zit niet bij de welwillendheid van de winkeliers. Het probleem zit in de distributie naar de winkeliers toe. En we zullen beginnen met bepaalde gebieden waar er meer vraag naar is. Zullen we daar mee beginnen. Maar het is wel de bedoeling dat het landelijk wordt opgepakt. En om de garantie te geven dat consumenten niet naar een winkel gaan en dan boos worden omdat die producten er niet zijn, zeggen wij, laat de consument kijken naar de flyer in de winkel. Indien de flyer er is, wil dat zeggen dat die winkelier is voorzien van die producten. Nou, we kunnen geen garantie geven dat die schappen gevuld worden. De schappen zijn leeg omdat er diverse factoren speelden. We hebben met de winkeliers gesproken dat indien de prijzen die worden aangeleverd veel te hoog zijn, tegen een veel te hoge koers worden aangeleverd door de leverancier, door de importeur, dat zij maar heel weinig van moeten inkopen. Vandaar dat die schappen ook sneller leeg raken. Een ander probleem is dat mensen, zodra ze producten zien, kopen zij veel meer van op vanwege de situatie. En dat heeft te maken met hamsteren. We vragen de samenleving om dat na te laten, omdat hoe meer we hamsteren, hoe meer er schaarste zal zijn en hoe meer de prijs wordt opgedreven. Wij van de regering zorgen er in ieder geval voor, samen met de importeurs, om de mogelijkheid te creëren om in ieder geval geen schaarste in de winkels te hebben. Wij proberen de situatie zoveel als mogelijk te normaliseren. Maar om dat te garanderen kunnen wij dat niet doen, omdat wij zien dat wereldwijd, en dit is een probleem wereldwijd, dat er steeds meer schaarste zal zijn van strategische producten en daarmee ook de basisgoederen. We zullen daar rekening mee moeten houden, vandaar dat wij ook een project hebben gestart met het ministerie van LVV om steeds meer Surinaamse producten aan de man te kunnen brengen. En de enige manier om garantie te geven dat de schappen niet leeg raken, is dat wij onze eigen productie gaan promoten. Is dat wij als Surinamer gaan kiezen voor onze eigen producten. De kwestie van de prijzen bij de bouwmaterialenzaken zijn ons ook bekend. We zijn nu ook bezig met de importeurs. We kijken naar de mogelijkheden die er zijn. De valutawet biedt mogelijkheden. Wat wij nu nodig hebben is de centrale bank die aangeeft wat de koers is, wat de wisselkoers is, want volgens de wet zal er één wisselkoers zijn. Indien dat er is, kunnen wij efficiënter optreden tegen mensen die daar misbruik van maken. Wat wij ook naar zitten te kijken is dat bouwmaterialen zijn voor ons ook een strategisch goed. Op dit moment zijn er heel veel ambtenaren thuis. Er zijn heel veel arbeiders thuis vanwege de COVID-situatie. Wat wij willen is dat deze mensen ook thuis productief kunnen zijn. Stel je voor dat iemand bezig is zijn huis te bouwen. Als hij thuis zit, kan hij ook verder gaan met het bouwen van zijn huis. Wanneer wij die bouwmaterialen betaalbaar houden, kunnen mensen in ieder geval veel meer doen in de tussentijd. En het gaat erom dat wij als Suriname productief
gebruik maken van deze situatie. Nou, alle problemen kunt u doorgeven via het verkortnummer van de ECD. Dat is 1940-1940. We zijn ons van bewust dat die lijn overbezet is. Het probleem is dat allerlei problemen die er zijn vanwege de valutawet, hebben wij ook gevraagd om daar te melden via 1940. Vandaar dat wij ook een WhatsApp-nummer ter beschikking hebben gesteld. Indien u problemen constateert, indien u klachten heeft, indien u voorstellen heeft, geef dat door via onze WhatsApp-nummer. Dat is 8530915. Ik herhaal, is 8530915. En de WhatsApp-berichten zullen allemaal worden geregistreerd. Daar waar nodig zullen wij gelijk optreden met de ECD.